soms heb je gewoon geen geld meer. Tuurlijk, het is een domper. Maar raak niet overstuur. Amber en Joey zijn al eerder failliet geweest. En ze zijn er nu wel aan gewend. Geld besparen is zo slecht nog niet. Je kan gewoon wat minder eten. En je moet je koffie delen. Het is niet zo lekker. Maar je kan vanille toevoegen om te helpen. Met behulp van een monster uit een tijdschrift. Dit zou eeuwig zijn doorgegaan als Violet niet zomaar uit het niets kwam opdagen. Ze verdwaalde, gooide de straten door elkaar en kwam terecht bij Amber en Joey's huis. Ze stond op het punt om haar te helpen de juiste plek te vinden. Maar toen zagen ze dat haar tas vol met geld zat. Het lijkt erop dat ze een rijke hebben. Je kan Violet in haar gekke leven steunen door te liken en te abonneren. Vergeet niet op een belletje te klikken. Toen Violet zich klaarmaakte voor haar reis, stelde ze zich een heel andere kamer voor dan deze. Het is een beetje teleurstellend. Maar Amber maakt het in orde. Een half uur later is het klaar voor de gasten. Bye. Nou, bijna. Amber heeft een unieke schoonmaakstijl. Als je de vuilnis niet kunt zien, betekent dat dat het er niet is. Oké. Violet is ook teleurgesteld door het gebrek aan kledingselecties. Amber en Joey worstelen om Violet te geven wat ze wil. Dus Violet moet haar eigen heft in handen nemen. Joey en Amber zijn al een tijdje niet meer wezen winkelen. Dus doen ze gewoon wat ze gewend zijn te doen. En kopen ze spullen voor Violet om in te groeien. Als je blut bent, moet je creatief zijn. Als je dacht dat Joey en Amber Violet alleen maar helpen uit de goedheid van hun hart, dan heb je het helemaal mis. Ze zijn verliefd op al het geld dat hun nieuwe dochter heeft. Haar adopteren is als het winnen van de loterij. Niet ouder worden, ze worden rijk. Violet heeft alles veranderd. Amber en Joey voelen zich geweldig, maar Violet niet. Ze verveelt zich. Haar nieuwe ouders kunnen helpen. Een raam! We brengen de hele dag door naar het raam te kijken. Het heeft zelfs een zoomfunctie, dankzij deze verrekijker. Je kan hem gebruiken om naar de tv van de buren te kijken. Kies gewoon het kanaal. Dat zal goed zijn voor jou en je buurman. Ah, het gebroken leven. Het is wasdag. Dit gaat leuk worden. Violet weet nog steeds niet hoe ze hier de was doen. De wasmachine is jaren geleden kapot gegaan. Zelfs nu nog controleert Amber of het op magische wijze weer begon te werken. Maar dat deed hij niet. Gooi gewoon de kleding uit de wasmand in de kast. Het klinkt raar, toch? Violet weet gewoon niet dat Amber haar eigen wasmethode heeft. Het is niet wassen, het is opfrissen. Dames en heren, hier is Amber's chemische reinigingstechniek. Het is eco-vriendelijk. Violet had achterdochtig moeten worden toen ze merkte dat er niets te drinken was. Helemaal geen water in het huis. Zelfs niet uit de kraan. Het enige wat nog aan is in het huis zijn de lichten. Joey moet het zijn dochter vertellen. Dat alles is afgesloten omdat ze hun rekeningen niet betaalde. Violet zegt dat ze het geld zal geven. Joey hoeft alleen maar de rekeningen te betalen. Maar toen hij het geld zag, werd Joey gek. Een uur later was Violet geschokt toen ze ontdekte dat Joey het water niet aangesloten had gekregen. Maar een sodakraan. Het is het waard voor jou, lieverd. Thanks. Vooral omdat het niet mijn geld is. Violet is de redder in nood van haar ouders. De rekeningen zijn nu oud nieuws. Ze vliegen weg.
Violet vindt dit een goed idee. Ze is blij dat ze het steunt. Maar in plaats van biljetten gebruikt ze cash. Joey is blij en hij wil Amber ook gelukkig maken. Eén vliegtuig verandert in tientallen. Joey vindt Violet's idee echt geweldig. Amber is ook opgewonden. Geen rommel maken, ik raak ze allemaal op. Wat is beter dan een milieu beschermen? Joey en Amber willen wat meer geld voor zichzelf. Dus ze vragen Violet gewoon om het geld om loterijkaartjes te kopen. Violet heeft dat nog nooit gedaan, maar ze wil het proberen. Maar ze weet nu niet hoe het werkt en begint nummers te noemen. Joey kruist de nummers aan die hij wilt. Maar dan? De nummers die Violet noemde zijn de winnaars. Ze is net een geldmagneet. Sommige van Joey's nieuwe veranderingen aan het huis zijn niet erg praktisch. Het is moeilijk om je handen te wassen met soda. Maar Amber zal haar dochter niet zomaar dumpen. Het regent buiten, dus we zullen snel water hebben. Wanneer je straatarm bent, moet je buiten de kaders denken. Wegenwater is geweldig om je handen te wassen. Thank you. Joey vindt het leuk om Violet uit te nodigen om allerlei willekeurige dingen te doen. Het is niet zo willekeurig, maar vissen is niet iets waar Violet in geïnteresseerd is. Come on. Joey vertelt haar over de lokale visscène. Hij is er goed in. De hoofdregel van straatvissen is, wees snel. Je vangst kan chocolade zijn of een portemonnee vol met geld. Als je een man een vis geeft, eet hij voor de dag. Als je een man een hengel geeft, eet hij voor altijd. Maar de vangst is onvoorspelbaar. Nou, er is nog veel meer vis in de zee. Niet alles wat blinkt is goud. En niet alles is pizza dat kraakt. Gouden pizza ziet er misschien chic uit, maar het is eigenlijk niet eetbaar. Amber komt om te helpen en redt haar dochter van dit oneetbare voedsel. Ik zal je mijn beroemde taart maken. Je zult geen honger meer hebben. Wat een prachtige taart. Het gaat allemaal om het geheime ingrediënt. Het is heerlijk. Het geheime ingrediënt is liefde. Bestel het nu voor €9,99. Terwijl Violet afgeleid is, maakt Joey gebruik van de verloren tand van zijn dochter. Het zal onzeker een fortuin opleveren. Ook al zijn Joey en Amber vreemd, Violet is gelukkig hier. Dus ze wil hen verrassen. Het enige wat ze moet doen is hun ogen sluiten. Ogen dicht geeft overvallers een kans. Amber hoopt dat de verrassing geen overval is. Maar het is eigenlijk een nieuwe tv. Dit is het beste cadeau ooit. Maar de tv doet raar. Hij verandert uit zichzelf van kanaal. Eerst leek het alsof het Joey was. Maar dat was niet zo. Joey realiseerde zich wie hem erin luisterde. De buurman neemt wraak. Nu is onze woonkamer vol vrede en weer liefde. Sorry, buurman. Violet krijgt niet veel slaap. Haar ouders houden zoveel van haar dat ze bij haar in de buurt willen zijn. En haar geld, de hele tijd. Maar kinderen hebben rust nodig. Violet laat niemand haar schoonheidsslaapje afnemen. Jullie twee, veel plezier met mijn geld. Laat me gewoon wat slapen. Joey en Amber zijn zo hebberig. Violet heeft veel nachtmerries over hun slechte kant. Maar het is niet eens zo slecht. Ze zijn raar, gek op geld en super paranoïde over uitgeven. Maar ze zijn niet slecht, weet je. Het zijn wel vol leugenaars. En Violet zal daar snel achter komen. De waarheid komt uiteindelijk altijd naar boven.
En Amber en Joey staan op het punt ontmaskerd te worden. Oh. What? Violet is zo teleurgesteld. Ze dacht dat ze een nieuwe familie had gevonden. Maar alles wat deze twee willen is haar geld. Ze vragen om een tweede kans, maar... Nu dat je mijn hele verhaal kent, vertel me wat je denkt dat ik moet doen in de comments. Vond je ons nieuwe verhaal leuk? Wat was je favoriete deel? Vertel het ons in de comments. En vergeet niet te liken en te abonneren, zodat je nooit een nieuwe video van Troom Troom Trick mist.